gebeurd waardoor je... Koepleging, hè? Zo noem ik het ordinaire koep. Is dat gebeurd? Kijk, nee. Hallo, wat mij persoonlijk heel erg irriteert, is dat ze op door blijven zuigen. En dat andere mensen die er niks mee te maken hebben, maar die er gebruik van maken, er ook nog eens bovenop komen springen. Door het geheim te verklaren, het in de media te vertellen. Nee hoor, we kunnen hier niks over zeggen. Meneer de krant, we kunnen hier niks over zeggen. En dan denk ik, ja, waarom geef je er aandacht als je er niks over kan zeggen? Omgeving, steeds meer mensen hoor, waaronder ook mijn eigen ouders, die altijd braaf CDA hebben gestemd, Okay. Die zijn helemaal klaar mee. Die zeggen, Paul, wij gaan ook PVV stemmen of FVD. En dat zijn steeds meer mensen. Alleen heel veel mensen durven niet voor die mening uit te komen. Het is de Jasper Experience on Common Sense TV. Maar ja, Fortuyn werd toen gezien als ja, de nieuwe Hitler. Ja, zo erg was het. Zo werd het gevreemd. Zo erg was het. En daarvoor is ook die milieugekke die Volker van der Graaf is opgestaan. Die heeft 6 schoten in zijn lichaam gedaan. Nee, of hij het alleen heeft gedaan, dat is een andere discussie. Maar zo ver gaat framing dus. Heel erg. Zo ver dat de... Want dat is het. Ja. Die man is al 17 jaar ook zijn vrijheid kwijt. Je kan nog niet alleen naar het toilet. Wat? Gas erop. Gas op die lolly. En die nog of niet? Is de Jasper Experience on Common Sense TV. Dames en heren, ga er maar even goed voor zitten. Hier is uw presentator, Jasper, op Common Sense TV. Dit is de Jasper Experience. Een hele goede middag, welkom bij Common Sense TV. Ik ben Jasper van de Jasper Experience en vandaag hebben we een goed gesprek. We hebben Paul Meijer in de studio uitgenodigd omdat er het een en ander in zijn leven gebeurd is. En in zijn zakelijke leven en tijdens de goed gesprekken nemen we graag op en tot ons wat er aan de hand is. Wat je normaal niet mag horen in de mainstream media, brengen wij van Common Sense TV. Paul Meijer, welkom hier in de studio. Dankjewel Jasper, fijn om hier te zijn. Dankjewel om hier te komen. Ja, nee, graag gedaan. Het is altijd leuk om eens een keer ook een ander geluid te kunnen laten horen. En niet alles klakkeloos overnemen wat er in de mainstream media staat. Precies. Dat is me de laatste tijd nog wel iets te vaak overkomen, dus vandaar. Nou, wij merken dat frame in de mainstream media merken we ook. En wij zijn groot aan het groeien, steeds groter aan het groeien om het andere geluid en de rest van de 95% wat men zou moeten horen aan te horen. Mm-hmm. En ja, daarom ben je hier. We vinden het tof. Persoonlijk ken ik je uit de gemeente. Mij viel het op dat je goede dingetjes aan het doen bent. Dat is al denk ik weer wat jaartjes geleden. Ja. Hebben we even netjes kennis gemaakt en als mensen goede dingetjes aan het doen zijn, dan willen ze graag de aandacht aan het geven. Nou, heel goed. En soms is het leuk en soms is het wat minder leuk. En als het minder leuk is, mag dat ook gezegd worden. Zeker, absoluut. Dus vandaar dat een van de redenen waarom jij... We hebben 2 highlights in de show voor vandaag. Ik zou heel graag willen weten... Er zijn 2 dingen wat ik heel graag van je wil weten. 1 is, we zien landelijk in de mainstream media zien we vaak de vergrening naar politieke partijen. Mm-hmm. Er gebeurt iets intern en op de een of andere manier wordt dat zo breed uitgemeten. Er komt zoveel omgang komt erbij kijken. En nou ja, je hebt ervaring in de politiek. Ik zou graag van jou willen weten, hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Want ik zie het in grote lijnen hetzelfde. En in het tweede gedeelte zou ik heel graag van je willen horen. Je bent oprichter van Forza Nederland. Ja. Je zit in 3 gemeentes met de partij. Ja. En in de gemeente Haarlemmermeer is iets gebeurd waardoor je... Koepleging, hè? Zo noem ik het ordinaire koep. Is dat gebeurd? Kijk, nee, even, we gaan beginnen met het framing. Ja. Dat kun je natuurlijk al zien. Dat is toen begonnen bij Fortuyn, toen hij opkwam. Als je achter die man stond, was je een racist, was je een fascist, je was een nazi. Ik heb zelf heel veel problemen gehad. Op mijn werk, omdat ik openlijk uitkwam, dat ik een Fortuynist was, dat ik een geweldige fan vond. Daar is het mee begonnen. Je ziet het nu, vandaag ook weer gebeuren. Vorige week stond er een heel groot stuk in de krant over de vrouw, over Martin Graus, die dan zijn vrouw zou hebben geslagen. Dat komt weer op. Hoe komt dat? Omdat ze wilden, doet het goed in de peilingen. Dus ja. Ze moeten gewoon wat gaan vinden om zo'n man te framen. Nou, maar is dat angst van een grotere partij? Of hoe werkt dat? Is dat ze een probleem ergens zien en dat ze zeggen van nou, we gaan een soort van draaiboek gaan we opstarten
om het de kant op te doen, op te drukken, zodat we ze nieuw maken. Dat is wat ze proberen. Je hebt het gezien binnen het Forum voor Democratie. Hè? Die, stond, die was bijna nog groter dan de VVD in de peilingen. Nou, daar was gerotzooi. Je ziet wat ze proberen die partijen gewoon te decimeren. Nou, dat hebben ze met Wilders heel lang geprobeerd. Wilders is zo slim geweest om geen ledenpartij te beginnen. Die heeft maar één lid, dat is Wilders zelf, met zijn stichting. Dat is ook vaak het kritiek wat je hoort van weer terug vanuit de mainstream media. Van ja, maar het is een ondemocratische partij omdat hij het alleen wil. Ja, nou goed. Dus dat hoort daar ook aan. Ja, nee, dat hoort daar ook bij. En je ziet gewoon, als je politiek volgt aan de rechterkant, dan word je al heel snel neergezet als je maar wat zegt over Zwarte Piet. Hè. Die discussie gaat binnenkort ook wel weer beginnen. Het is tenslotte al februari. dan word je gelijk neergezet als een racist. Terwijl... Daar gaat de hele discussie niet over. Maar rechts in Nederland wordt altijd gevreemd. Altijd. En dat gaat altijd door. In mijn geval geldt dat hetzelfde. Ik heb 3 keer op rij verkiezingen gewonnen in Haarlem en meer. Dus een unieke prestatie heeft nooit iemand gedaan. Ik had eerst 2 zetels, toen 4 en nu 5. Nou, toen ik in de gemeenteraad kwam, had de VVD er 11. Die hebben er nu 7. Dus wij komen veel te dicht naar elkaar toe. Dus het komt er heel goed uit als er glazer is bij een rechtse partij. Mm-hmm. Dat vinden ze prachtig. Omdat zij dan, omdat ze weten dat een partij als Forza, maar ook een landelijke partij, de FVD, daar zetels van kan pikken. En dat niet de bedoeling is, want zij willen die macht houden. Ja, nee, ze willen gewoon kijken. Dus als je naar zo'n VVD kijkt, ik vind het onbegrijpelijk dat er 34-70 in de peilingen staan. Ja. Wat een absolute pleurissoor die Rutte ervan heeft gemaakt. Zeker ja. De hele coronapandemie. Avondklokken, je vrijheid wordt afgenomen. Hij is weggestuurd, het kabinet is weggestuurd en ze nemen zulke draconische maatregelen. Ja, dat kun je ook gewoon niet meer uitleggen. Maar wat dat wel opbrengt, is dat ik in mijn omgeving steeds meer mensen hoor, waaronder ook mijn eigen ouders, die altijd braaf CDA hebben gestemd, okay. Die zijn er helemaal klaar mee. Die zeggen, Paul, wij gaan ook PVV stemmen of FVD. En dat zijn steeds meer mensen. Alleen heel veel mensen durven niet voor die mening uit te komen. Want als jij een politieagent bent en bijvoorbeeld in de Warmoestraat die zegt, ik stem PVV, heb je gewoon een probleem. Dat kan niet. Dat mag niet. Kijk. En ik zou je een voorbeeld geven. Ik was gevraagd voor een groot internationaal bedrijf om een manager van Nederland voor te worden. Dat was in de tijden van Fortuyn. Mijn contract was getekend. En ik was op vakantie gegaan. Toen werd ik gebeld door de HR-manager. En die vroeg, joh, maar die zien ook dat je politiek actief bent. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zei, maar ja, wat ik in mijn vrije tijd doe, dat bepaal ik zelf wel. Ik zei, jullie mogen me afrekenen op mijn commerciële resultaten binnen jullie organisatie. Oh ja, nee, dat was goed. Nou, 2 dagen later werd ik weer gebeld. Gelukkig op mijn voicemail. Ze hadden publicaties van mijn hand gezien in de Elsevier en HP de Tijd over Fortuyn ging dat destijds. En ze gingen eenzijdig mijn contract ontbinden. Nou, dat is nog net geen rechtszaak geworden, want mijn advocaat is erop gedoken. Ja, dat mag gewoon niet, het is gewoon politieke discriminatie. Mm-hmm. Kijk, als je CDA bent of VVD bent of PvdA bent, vindt iedereen het prima. Maar ja, Fortuyn werd toen gezien als ja, de nieuwe Hitler. Ja, zo erg was zo werd het gevreemd. Zo erg was het. En daarvoor is ook die milieugekke die Volker van der Graaf is opgestaan. Die heeft 6 schoten in zijn lichaam gedaan. Nee, of hij het alleen heeft gedaan. Dat is een andere discussie. Maar zo ver gaat framing dus. Heel erg. Zo ver dat er gewoon een politieke moord wordt gepleegd. En die man, die Volker van der Graaf, heel vaak noemen ze hem op de mainstream media noemen ze Volker van der G. Nee, hij heet gewoon Volker van der Graaf. Loopt gewoon vrij rond, loopt marathons, loopt te zuigen en te etteren en rechtszaken te voeren. Ja, en dat kan in dit land. En ze hebben daar niks van geleerd. En als ze dan tegen mensen zeggen, ja, zo Wilders en die wordt beveiligd. Ja, dat klopt. Maar je moet eerst een stap terug gaan. Waarom wordt die man beveiligd? Jeez. Moeten we daar niet eens over gaan praten? Doordat er een paar van die moslimgekjes zijn die hem wat aan willen doen. Want ja. Dat is het. Ja. Die man is al 17 jaar ook zijn vrijheid kwijt. Die kan nog niet alleen naar het toilet. Wat mij dan nu opvalt, als we dat dan nu terugtrekken naar de... Is af en toe dat ik Geert Wilders hoor praten. En dan denk ik, ja, weet je, ik snap dat je... deze denkwijze hebt. Maar ik heb af en toe het idee dat die man te veel ergens opgesloten zit om te zien wat er in de supermarkt gebeurt nu en hoe en of wat. Maar ik merk af en toe met de huidige crisis dat hij, ja, voor mijn idee een soort van mis zit. Maar dat komt uit het feit dat hij zo ingekluifd zit tussen de beveiliging en niet meer openlijk op straat. Ik zag hem vanochtend toevallig bij WNL en daar was hij weer briljant. En dan wordt hij geïnterviewd door Rick Nieman, die volgens mij ook gewoon geheim, of misschien wel openlijk lid is van D66. Die man laat hem niet uitpraten, maar op een gegeven moment zegt hij Wilders heel scherp. Luister, ik sluit niemand uit. En als jij namens D66 straks de onderhandeling gaat doen, ga ik ook bij jou aan tafel zitten. Ja. Want de VVD heeft hem al uitgesloten, nou, de rest van de partij ook. Maar zo ga je niet om in een democratie. Kijk, die man is toevallig de tweede partij van Nederland. Ja. Nog steeds. Die kun je niet zomaar buitensluiten. En op een gegeven moment is het volk het ook zat. Ja.
Als je niet gehoord wordt daarin, dan is dat... Je hebt het over Pim Fortuyn. Wat is jouw rol? Hoe ken jij... Want voor de jongere kijkers onder ons misschien al bijna weer vergeten. Mm-hmm. Maar wat is jouw deal met Pim Fortuyn? Hoe ben jij ooit met hem in aanraking gekomen? Ik had heel weinig met het politiek vroeger. Wij stemden al een braaf VVD thuis. Want mijn vader zelfstandig ondernemer. Nou, dat deed bijna iedereen. Ja. En op een gegeven moment komt er een man op. En die zag ik voor het eerst bij Business Class van Harry Mens. Dat is ook voor de jongeren. Dat is op RTL 5 zondagochtend. Of nu geloof ik bij Veronica, ik weet niet waar die zit. Maar maakt ook niet uit. Een hilarisch programma overigens. Maar daar kwam op een gegeven moment een openlijk homofiele man. Mm-hmm. Met twee kleine hondjes. Een butler en een Daimler. En hij had vreselijk veel humor. Was professor, kwam van de linkerkant af. Was eerst PvdA, eigenlijk nog steeds, hij was eigenlijk nog bijna marxist. PvdA gegaan. Hij heeft heel veel dingen meegemaakt in zijn leven. En dan heeft op een gegeven moment gezegd, ja, het gaat niet goed met het land. De grenzen moeten dicht. We hebben heel veel... niet-westerse allochtonen in het land. Nou, een verademing om die man te horen spreken. En je zag op een gegeven moment ook toen hij bij Leefbaar Nederland kwam, want daar zou hij lijsttrekker voor worden. Nou, hij koos gewoon zijn eigen pad. En op een gegeven moment was het dus de lijst Pim Fortuyn. Mm-hmm. Misschien dat ik dat ook wel moet gaan doen. Misschien moet ik ook wel de lijst Paul Meijer gaan oprichten bij de volgende verkiezingen. Maar goed, de tijd zal dat leren. Daar zal ik straks ook meer over vertellen. Graag. Maar ja, ik was gefascineerd door die man. Ik vond het een En dat wat het knappe van hem was, is dat iedereen accepteerde ook zijn levensstijl. Dat hij dandy was, dat hij een butler had, dat hij een Daimler reed met chauffeur. Maar of je nou vuilnisman was, of je was dokter, iedereen vond het prachtig. Niemand had daar problemen mee. En hij kon daar zo knap mee omgaan. En ja, hij was gewoon natuurlijk een heel groot gevaar voor de politieke elite. Want die dachten allemaal, wat krijgen we nou? En dat begon die vreemde bij... man, die krijgt in één keer zoveel aandacht. En hij slaat ook nog daar met... Op de spijker. Daar begon hij leven bij Rotterdam. Daar kwam hij even binnen naar de grootste verkiezingswinst ooit. En heel Rotterdam was in shock. Wat is hier gebeurd? En dat in de peiling ook. Ik weet zeker dat ik noem hem altijd, vorige week was dan zijn verjaardag. Ik noem hem altijd de beste premier die wij nooit gehad hebben. Want ik denk dat hij ook echt wel een verbinder was geweest. En helaas hebben we dat nooit kunnen ervaren. Maar ja, en je ziet dat nu de puinloop op rechts wordt alleen maar groter. Je hebt FVD, je hebt PVV, je hebt Code Oranje van Richard de Mos. Dan heb je die vazallen van jaar 1, jaar 21 geloof ik. Ook een hele goed sterke naam trouwens. Ja, want 21 was een lekker jaar voor ons allemaal. Maar goed, ik weet niet wie ze daarvoor hebben ingehuurd om die naam te bedenken. Maar dat het is heel erg lastig. Ze willen allemaal die kamer in en al die splinters, want ze hebben heel vaak om mij gevraagd, Paul, waarom doe je niet mee landelijk? Hè? Want ja. Je doet het best goed in die gemeentes. Ik zeg, dat heeft geen zin. Ik zeg, maar dan moet ik gaan laveren tussen de PVV en de FVD in. Ik zeg, dat kan in de toekomst nog steeds wel. Ik ben natuurlijk nog jong, maar ja, ik ben al 20 jaar. Maar ja, ik ben 20 jaar geleden mijn partij opgericht. Dus dat wilde zo braaf bij de PVV of bij de VVD. Dus, ja, precies. Ja, we zien het wel. Oh, heel wat... Even terug over de vereniging van naar het landelijk. Er gebeurt iets intern en bij de FVD waren dat appjes in een jongere groep waar je niet eens lid van waren. Een verhaal wat niet een week daarvoor was gebeurd, maar 8 maanden al daarvoor was gebeurd, volledig uit is gespeeld, uit is gezocht en uit is gekeken. En dan nog zien we de grote mainstream cameraploegen erachteraan rennen als een stelletje bloedhonden omdat ze bloed ruiken en het maar... op willen hypen. Zeker. En een van de dingetjes wat ik ook waar ik heel erg van geschrokken, ik weet niet, volgens mij is dat ongeveer een jaar geleden, was een soort van aanslag op de fractievoorzitter, fractieleider uit Purmerend, wat er gebeurd is. Voor mij in Castricum. Ja. Ja, daar hebben ze dus een brievenbus van zijn huis weggeblazen. Ja, dat is ook dat gebeurt gewoon en dat is gelukkig. Wordt het wel serieus opgepakt, alleen... Nou, het feit dat het al gebeurt. Ja. Aan de andere kant is, op het moment dat je iemand een naar woordje, oftewel het beledigen, of gewoon in een gesprek iets vertelt en iemand raakt er beledigd van, het ergste is. En aan de andere kant zien we moordpartijen, bomaanslagen, weet ik veel aanslagen, framing op zulke grote, niet in verhouding staande schaal, dat je denkt, waar haal je het lef vandaan? Nou, dus kijk, het is gewoon een blinde haat, hè. Dat wordt nog steeds gezien, ook de justitie ziet... extreem rechts als een groot gevaar. Nou, ja. Ik weet niet wat extreem rechts is. Mij is ook een keer verweten, ik heb een keer een toespraak gehouden bij Pegida. Die hadden toen een demonstratie in Enschede. Die vroeg of ik wilde komen spreken. Ik zei, waarom niet? Ik zie niks verkeerd aan die organisatie. Maar als je daarheen gaat, nou, dan weet je dat je op Kafka, op die site kent, Antifa, al die links, extreem links groeperingen. En dat is gewoon heel, heel gevaarlijk. Kijk, ik heb het zelf recent vorig jaar ook meegemaakt. Ik reed naar Tilburg, ik moest mijn kind ophalen van...
van kamp. En op een gegeven moment dacht ik, maar die maakt die auto wat een gek lawaai. Dus nou ja, prima. Dus ik heb mijn dochter in die auto. En ik zeg, ga jij eens uit het raam hangen, wat hoor jij wat? Nee, papa, ik hoor ook niet. Nou, toen ben ik naar de garage gereden. Wat bleek nou? Al mijn wielen waren losgedraaid. Al mijn velgen. Tot op zo'n stukje. Dus het was levensgevaarlijk om met die auto te rijden. Maar goed, dat soort dingen gebeuren er dus. En als je dat zelf ook meemaakt, is dat best wel. En niet zozeer voor mezelf. Ik heb wel een gladde rug. Maar ik heb ook kinderen die zijn ook bedreigd geweest. Dat is ook de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Zo'n groot gedeelte. Maar heeft dat met mijn scheiding te maken. Je moet ook tegen kunnen. Ja. En ik weet het wel. Kijk, ik deel vaak uit. Dan moet je ook kunnen incasseren. Dat is niet erg, toch? Nee, maar doe dat dan wel fair en op een eerlijke manier. En, ja. En dat gebeurt gewoon ja, eigenlijk bijna niet. En dat is het erge. Ja, het is een dramatisch dingetje. En vooral ook wat mij persoonlijk heel erg irriteert, is dat ze op door blijven zuigen. En dat andere mensen die er niks mee te maken hebben, maar die er gebruik van maken, er ook nog eens bovenop komen springen. Door het geheim te verklaren, het in de media te vertellen. Nee hoor, we kunnen hier niks over zeggen. Meneer de krant, we kunnen hier niks over zeggen. En dan denk ik, ja, waarom geef je er aandacht als je er niks over kan zeggen dan? Terwijl je weet dat er misschien anders kan zitten. Ja. Nee, dat klopt. Kijk, in mijn geval, ik zal even kort uitleggen hoe dat gegaan is. Ik had een fractie van 5 man in de gemeente Haarlemmermeer. Mm-hmm. En op een gegeven moment hadden wij een fractievergadering. Toen zei een van die mensen die in mijn partij zit, van joh, Paul, jij bent al 10 jaar fractievoorzitter. Dat klopt. Hij zegt, het wordt wel een keer tijd voor iemand anders. Ik zei, oh, nee, prima, als iemand anders dat zou willen doen en beter zou kunnen dan ik, dan be my guest. Ja, vind je dat? Niet dat je dat te trots op bent, dat jouw partij is. Meen ik oprecht. Ik heb alles geprobeerd. Kijk, ik ben 10 jaar lang actief nu als politicus in de Haarlemmermeer. Ja. En op een gegeven moment krijg je ook een beetje last van bedrijfsblindheid. Misschien is het goed dat iemand anders dan de stokje van je overneemt. Maar gewoon, zo iemand moet er wel geschikt voor zijn. En desbetreffende heer die dat wilde, zat nog een jaar bij mijn partij. En die zegt, ik wil dat worden. Nou, ik zeg, daar gaan we over stemmen. Nou, die kreeg niet genoeg stemmen. En die heeft een hoop bombarie gemaakt, is boos weggelopen uit de fractievergadering. En is de volgende dag naar de burgemeester gerend en heeft een integriteitsmelding over mij gedaan. Als een klein kindje niet tevreden gekregen hebben wat er is en dan gewoon gaat slaan en dan... Precies. Nou, wat hij gedaan had, hij is penningmeester van mijn partij geworden. Op een gegeven moment zegt hij, ja, je moet me even inschrijven bij de Kamer van Koophandel, want ik ben ook met de banken aan de gang. En ik zei, prima joh, doe ik dat even. Nou, bankpasjes voor hem geregeld. En op een gegeven moment werd ik gebeld door mijn griffier. Ik zei, joh Paul, wat doet jouw partijgenoot iedere dag hier op de griffie? Ik zei, ik veel. Wat heeft hij gedaan? Die heeft van 2012 tot nu heeft hij de boekhouding doorgeplozen. Nou, en heeft hij naar alle bankrekeningen gekeken. En dan heeft hij een heel verhaal gemaakt. En dat is zo schokkend dat ook zo in de media staat. Nou, dat ik nog een groter oplichter ben dan Arie Olivier hier in de gemeente Haarlem. Arie Olivier is een meester oplichter die toevallig ook bij ons in de gemeente ligt. Ja, klopt. Maar ik werd wel geframed, weer over vreemd te praten. Ja. Algemeen Dagblad, Haarlemse Dagblad, het Parool. Dus ik was al veroordeeld. Zelfs door Jantje Dijkgraaf, die ik best wel graag mag. En nu de vuur en de paard die Richard de Mos verdedigt. Nou ja, die is ook onder verdacht, verdenk ik, bij justitie. En vervolgens heeft mijn burgemeester, mijn VVD-burgemeester... Ja. Aangifte gedaan bij justitie tegen mij. En dat is geweest in begin november... Nou, ik heb nog niets gehoord. Ik zeg ook bewust, ik heb niks gedaan. Mm-hmm. En als ik wel iets misdaan heb, moet ik daarvoor gestraft worden, heel duidelijk. Maar door maar wat dingen te roepen en naar buiten te brengen, nee, dat is framing. En dat vinden ze prachtig, want ik was nu een reëel gevaar met 5 zetels. Ja. Is het zo, wat er nu bij jou dan in ik wil er straks even wat meer uit, maar is het zo dat de burgemeester van Haarlemmermeer, de VVD-burgemeester, dit expres erin heeft gezet omdat het op dit moment richting de landelijke verkiezingen gaat? En dat daarin gebruikt kan worden? Of komt het toevallig goed uit en dan kan het lekker meegepakt worden? Zij zegt dat ze volgens het protocol handelt. Nou, ik bestrijd dat. Ik heb haar vanochtend toevallig weer even een mailtje gestuurd. Want zij heeft alles verkeerd gedaan. Okay. Ik zal je uitleggen hoe dat gegaan is. Zij heeft dus aangifte gedaan. Toen heeft ze een van dat broddelbureautje ingehuurd uit Rotterdam. En het lastige daarvan is, die heeft een rapportje geschreven. Nou, er zijn 5 conclusies uitgekomen. En dat zou verder moeten worden onderzocht. Aangaande bankrekeningen, weet ik wat allemaal. Nou, prima. Want dat is een accountantsbureau dan? Nou, was het maar waar. Daar kun je een klacht tegen indienen bij een klachtenkamer. Dit bedrijfje kan dat niet. Dus een financieel expert? Nou ja, noem het wat het is. Maar het leek in ieder geval helemaal nergens op. Ja. En op een gegeven moment wordt dat per direct een stempel opgezet door de burgemeester en de gemeenteraad. Het wordt geheim verklaard. Dus ik kan daar niks mee. Ik kan me niet verdedigen, omdat het geheim verklaard is. Ja, dat is lekker dan. Dus ik kan tegen jou ook niet zeggen wat erin staat. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Want ik kan het prima onderbouwen namelijk. Kijk, en het vreemde is, Jasper.
Het gaat over fractieverantwoording van 2018, 2019, 2020. Dat wordt onderzocht. Mm-hmm. Die verantwoording is goedgekeurd door de gemeentelijke accountant, Ernst de Jong. Ja. Er is een gemeentelijk besluit over gevallen. Niet de goedkoopste overigens. Nee. Dus ik heb niks fout gedaan. En nu wordt er beweerd dat dat wel zo is. Ja, hallo. Ik heb ook gezegd, nou ja, wat er toen gebeurde. Dat rapportje was geschreven. Werd er een forensisch accountant ingeschakeld. Oh, ja. Die heeft ook weer onderzoek gedaan. Die vroeg of ik mee wilde werken. Heb ik nee opgezegd. Ik zeg, kan niet meewerken. Ik wil graag meewerken. Maar ik ben onderdeel van het strafproces. Want er is aangifte tegen mij gedaan. Dus tot hier en niet verder. We wachten dat maar even af. Ja, en ik kan ook niks. Want het is een geheim rapport. Daar kan ik niks over zeggen. Jullie ook niet. Dus wat wil je nou? En mijn boekhouding ligt op het raadhuis. Daar kun je het inzien. Die is goedgekeurd. Dus wat mij betreft was het verhaal afgelopen. Maar ja, dat denken natuurlijk andere personen heel erg anders over. Ja, dan krijg je natuurlijk de meest beschadigende actie die je maar wil. Als ik dan lees in de krant over mezelf. Ik ben een dief en ik ben een fraudeur en ik ben een leugenaar. En dat zegt dan iemand die in mijn eigen partij zit. Die ik binnen heb gehaald. Ja. Die dankzij mij op die zetel zit in die gemeenteraad. Want die people die daar nu zitten met z'n vieren. Ja. Die hebben nog niet eens genoeg stemmen gehaald voor één zetel. Precies. En dan roepen ze dan, ja, wij zitten hier voor de kiezers. Nee, je zit helemaal niet voor de kiezers. Je zit er voor jezelf. Ik heb persoonlijke titel, ruim 3200 mensen hebben op mij gestemd. En heel veel mensen in Haarlem kennen mij gelukkig. En ik weet zeker, als ik wel of niet met Forza doorga en mijn eigen partij begin, haal ik met gemak net zoveel zetels als vorige keer. Ik denk dat, dat de achterban die achter Forza staat, dat die achter Paul Meijer staat. Absoluut. En dat, dat team Forza de rest van de vier raadsleden of de leden daar in de gemeenteraad nog zitten, dat die het werk moeten doen. En als die woord verkondigen waar jij groot in bent geworden, ja, dan gaat het goed. Maar ondertussen willen ze dat niet, want ze hebben jou eruit gezet. Ja. Dus ze willen eigenlijk wat anders. Nee, dat willen ze ook. Kijk, meneer Vermeulen wil graag een libertarische partij ervan maken. Nou, daar zijn wij niet voor opgericht. Wij zijn een fortunistische partij. Ja, maar wat mij opvalt over liberair zijn, is dat het VVD-achtig is. En als ik dat over de wereld heen, het woord liberaal, gaat meer naar de linkse kant al. Dat is ook zo. Kijk, het eerste wat hij zei toen hij gekozen werd, vergeet het nooit meer. Zei Vermeulen tegen mij, Paul, jij moet je toon eens wat gaan matigen, want anders kunnen we nooit deelnemen aan het college. Ik zei, nou, dat is ten eerste nooit mijn idee geweest. Mijn hart ligt op mijn tong en ik zit hier voor de inwoners. En als je daarmee in het college komt, helemaal prima. Maar ik heb ook tegen hem gezegd, Erik, kijk, ik ben de derde partij van Haarlem meer geworden na de verkiezingen, 2 jaar geleden. Er is 10 minuten met mij gesproken. En toen hebben ze al gezegd, nou, dat Forza moet er maar niet bij. Weet je wat, we gaan een stabiele factor zoeken. Dat was op dat moment de PvdA. Die hadden 3 keer op rij verkiezingen verloren. Die worden weer zo'n college ingegeven. En dat was de stabiele partij. Dus wat zeggen dan mijn kiezers? Die zeggen van, ja Paul, maar wat heeft het voor zin om op jou te stemmen? Ja. Want je komt er toch niet in. Nou, daar kan het niet eens ongelijk in geven. Kijk, bij de laatste verkiezing hadden we een opkomst van 30%. Dus 70% interesseert het helemaal geen reet wat wij in die gemeenteraad uitvreten. Ja. Nou, en dat is ook gewoon een geval. Alleen nu in mijn geval, en er spelen meer dingen. Ik ben altijd bestuursvoorzitter geweest van een politieke vereniging. Wegens corona hebben wij geen AOV's kunnen organiseren. Hebben we dat nu wel gedaan. En er is ook bekrachtigd dat de Vermeulen uit de vereniging ontzet is. Maar goed, daar gaat hij weer tegen in beroep. Dus dan moet je weer met de Kamer van Koophandel procederen. Die morgen toevallig maandag een beroepszaak. Morgenochtend om 10 uur. Oh. En kijk, en als ik die vereniging in handen heb, dan bepaal ik wie de naam Forza mag dragen. Dus dan ben ik gewoon weer Forza in de gemeenteraad. En dan is het gewoon weer hersteld. Daar hoop ik op. En dat zou ook volledig terecht zijn. Ik ben niet voor niks al bijna 20 jaar. Nee, je hebt je naam eraan verbonden en je hebt er 20 jaar bijna hard al voor gewerkt. Dus ja, het zal heel erg zonde zijn. Desalniettemin zou het niet in mijn opkomen om dat een beperking te hebben. Na de gemeentelijke verkiezingen hebben we nog 2 jaar om naartoe te werken. En wat ik zeg, volgens mij zijn de mensen die op Paul Meijer hebben gestemd en van Forza, dan op de mensen die daarachter hangen, die het werk zouden nemen, zouden moeten doen. Nou, dus als Paul Meijer een andere politieke of een nieuwe partij opricht, waar een andere naam aan hangt, en je hebt daar 2 jaar de tijd voor, luister eens, jullie hebben altijd op mij gestemd, dit is mijn plannen, deze wil ik doorzetten in deze nieuwe partij. En de aankomende 2 jaar ervoor keihard verknallen, dan weet ik zeker dat ik nog een grote plek. In maart nog een jaar, maar goed, een jaar is ook. Het gaat wel heel hard. Ja, maar een jaar is ook zat. Kijk, de meest trouwe leden die ik van het begin kende, en ik heb ook een aantal weer herontmoet, die vinden mij soms ook wel best een rare snuit. Maar die zeggen ook, ja, maar dit,
Dit verdien je ook gewoon niet, wat er nu gebeurt. Kijk, en als die anderen gewoon ballen hebben, begin je zelf een partij. Precies. En waar het ook om gaat, zijn natuurlijk centjes. Ik heb een vrij aardig bedrag op mijn bankrekening staan. Die is nu even bevroren, die heb ik later bevriezen. Ik wil niet dat er iemand aan dat geld kon komen. Maar het gaat ook gewoon ordinair om geld en om macht. Nou, ik heb ook tapes van Vermeulen waar hij mij bedreigt, maar ook nog een ander raadslid zo ernstig bedreigt als het raadslid aangifte had. Maar wat voor kleine kindjes zijn het dan als ze dit dan gewoon heen en weer gaan slingeren en ook nog eens gaan vertellen aan het publiek dan? Waarom is, ik had juist verwacht van de mensen, joh, als je, dat je zo'n groot volwassen man bent, dat je dat intern kan oplossen achter de schermen en als je het niet mee eens bent, dat je je eigen broekriem aantrekt en dat vandoor gaat. Nou ja, kijk, de enige die ik heel veel kwalijk neem van deze is mijn burgemeester. Of ze mijn burgemeester is, dat weet ik niet eens meer. Ja, ze doet hier werk, maar het is ook niet mijn burgemeester. Zij had al veel eerder in moeten grijpen. Ik heb haar geluidsbestanden gestuurd waar ik het net over had. Nou, daar lust je de honden geen brood van. Dan ga je gewoon 4 jaar voor de lik in minimaal. En ze doet er niks mee. En ze stuurt daar mailtjes rond en dat we niet zomaar tegen elkaar tekeer moeten gaan. Jasper, ik heb nog niemand uitgescholden. Ik ben altijd netjes geweest. Ik ben niet naar de pers gegaan. Ik heb me gehouden aan de gedragscode integriteit. Ik kan heel lastig mijn verhaal vertellen omdat het geheim is verklaard. Ja. Ik kan alleen bij jou nu zeggen een beetje hoe mijn ervaring is. En hoop ook dat de kijkers inzien van joh, wat is er allemaal gebeurd. En ik heb vorige week heb ik een videoboodschap opgenomen. Nou, die is inmiddels ook ruim 20.000 keer bekeken. Okay. Door wat ik dan noem Forza gekaapt, want zo zie ik het ook. En ja, ik zal alles doen wat in mijn, binnen mijn grenzen ligt om die vrediging terug te krijgen. Maar ja, leuk is het niet natuurlijk. Nee, ik bedoel, ik denk van verre, want je meent wel dat er genoeg andere dingen zijn zeker, te doen. Zeker, ja. Hoe stel je voor, je kan de partij terugkrijgen? De vereniging. Paul Meijer is van Forza. Hoe zie je dat dan in de toekomst dan weer? Hoe zie je, moet je blijven werken met deze mensen die dit met je hebben gedaan binnen je eigen partij? Nee, nou, kijk, dan is het heel simpel. Als ik de naam Forza terugkrijg, dan ben ik de vertegenwoordiger van Forza in de gemeenteraad. Dan is er één raadslid die nu bij Forza zit, die vervangt een ziek raadslid van mij, Michel van Dijk. Die gaat automatisch terug naar mij, want een invaller, zeg maar een vervanger, kan niet uit een partij stappen. Dus dan zit ik er met twee mensen in. Ja. En wat die andere drie doen, kijk, ik heb al gezegd, ik heb geen mes in mijn rug gekregen. Ik heb een heel messenblok in mijn rug gekregen. Nou, die hoef ik natuurlijk niet meer terug. Dus die mogen dan lekker mijn eigen ding gaan doen. Kijk, en dan ga ik er om me heen kijken naar mensen die ik vertrouw. En die ik volgend jaar dan op een lijst kan zetten. Nou goed, inmiddels hebben ze al heel veel mensen gelukkig aangemeld die mij graag willen helpen. Dat is ook een soort van hartverwarmen, toch? Dat je weet dat er een achterban achter je staat. Waardoor jij er zeker kan zijn. Kijk, ik ga ook geen namen noemen, maar ik heb wel een stel mensen die mij zo ontzettend helpen. En geloof me, Jasper, je kunt het ook niet alleen. Nee. Je krijgt zoveel op je af. En in het begin heb ik er heel veel moeite mee gehad. Ik sliep er slecht van. Ik ben ook geen leuk persoon ervan. Maar op een gegeven moment, ja, je moet ook wel verder. En ik ben het ook wel aan mijn kiezers verplicht om dat weer te gaan doen. Alleen als je zoveel bagger over je heen krijgt en wat volledig onterecht is. Je bent ook nog ergens mens. Dat, absoluut. En vader, gelukkig. Ja, het doet gewoon. Kijk, en het is. Ik heb wel vergeleken, het was gewoon bij mij is het FVD in het klein geweest. Je krijgt een stel mensen die dankzij mij daar zitten, want zo is het gewoon. Mensen die op zichzelf 71 stemmen hebben gehaald. Wat jij had met Pim Fortuyn, hebben de mensen die dat nu met jou dan? Dus dat ze naar je kijken en denken, die Paul Meijer is wel goed bezig, ik moet even contact met hem brengen. Nou ja gelukkig wel. En kijk, ik heb altijd wel voor theater gezorgd natuurlijk, ook in die gemeenteraad. Want dat was ook één grote grijze massa toen ik daar binnenkwam 10 jaar geleden. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Alleen als je zoveel vuilnis over je heen krijgt en zoveel negatieve berichtgeving, dat doet wat met de mensen, ook met mij. Maar goed, ik ga. Sterkt het je ook dat je denkt van ik het maakt me niet uit dat je zegt ik weet hoe het zit en ik ga er nu ik er harder in gaan of makkelijker in gaan? Er zijn inmiddels gewoon oude vriendschappen zijn weer hersteld. En dat doet je gewoon heel goed. En ook al. Wat ik ook met die persoon ooit in het verleden heb gehad. Die hebben ook gezegd, Paul, dit verdien je niet. Dit is zo intens gemeen wat er gebeurt. Nou, en daar ben je gewoon heel erg blij mee. En ik heb gelukkig een hele goede advocaat die mij bijstaat. En ik heb ook heel veel geleerd. Want er is heel veel in een andere gemeente. Een heel goede vriendin van mij, Marlies Roos, bij Hart van Bloemendaal.
Nou, die ligt ook altijd onder vuur van justitie. En die heeft mij ook gewoon tips gegeven wat je nou wel moet doen en niet moet doen. Zij is zelf ook jurist. Ja. Kijk, en naar dat soort mensen heb je gewoon heel veel. Want als je er op een gegeven moment alleen voor staat en je merkt gewoon dat heel veel partijen niet zoveel met mijn partijen hebben, die vinden het prachtig dat het slecht met je gaat. Ja. En dat, kijk, het is ook bijzonder dat ik heb 39 collega's in die gemeenteraad. Nou, dat hebben mij, denk ik, afgelopen periode 2 gebeld hoe het met me ging. En de rest, jongen, in zit er helemaal niet. Dat maakt het niet uit. Volgens mij interesseren heel veel mensen in de gemeenteraad helemaal geen ene moeder. Nee, maar je directe collega's waar je in principe gewoon mee samenwerkt. Ja. Van ja, jongens. En kijk, en die smullen er ook allemaal van. Maar het probleem is, en dat vind ik zo moeilijk. Het staat in de krant, dus het is waar. Ja, dat, zo lezen mensen dat. Ja. Kijk, en die berichten komen ook bij mijn kinderen terecht, komen ook bij mijn ouders terecht. En wordt op het schoolplein gepraat. Tuurlijk. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om je daartegen te wapenen. En mijn verhaal gaat zeker nog komen. En ik ben er absoluut van overtuigd dat justitie zegt, joh, ik weet niet wat jullie doen, maar dit is helemaal niks. En als er al wat is, dan sleep je maar voor de rechter zelf. Maar ja, kijk, er zal altijd een uitkomst komen en ze zullen ook altijd wat vinden. Ik heb het namelijk eerder meegemaakt. In 2014 hebben ze ook een integriteitsmelding tegen mij gedaan. Toen is ook een forensisch accountant geweest. Dat heeft ook 120.000 euro gekost, het onderzoek. Heb ik aan alles meegewerkt. En toen kwam eruit dat ik een bon 2 keer gedeclareerd had. Nou, dat was het hele verhaal. Nou, dan denk ik, jongens, kom op nou, waar gaat het over? Ja, dat kan een vaak zijn. Het is zo makkelijk om iemand moedwillig te beschadigen. Nou, en dat blijkt gewoon, dat maak je gewoon mee. Precies. En dat maak ik nu mee en daar zit ik middenin. En het is een rollercoaster en ik heb gelukkig hele goede dagen. En je hebt ook wel mindere dagen. Ik denk, jongens, wat moeten we nou weer doen? Want je moet altijd een stapje voor zijn. Het is schaken. Je moet weten wat er als A zegt, dan moet je eigenlijk al weten wat er Z aan het eind gaat gebeuren. Ja, maar goed, kijk, er is ook zo'n In de gemeenteraad heb ik ook nog een collega, ik zal zijn naam noemen, die neemt een liedje op en dat gooit hij op Twitter. En ik weet niet eens wat de tekst weer, maar dat ging over Paul de Grote Dief. En dan denk ik, jongen, hoe haal je het in je hoofd? Als ik aangifte kan doen, kan ik beter op politiebureau gaan slapen. Ja, je moet ergens een keertje ophouden. Iedere dag weer, ja, nee, maar het is gewoon, het kan niet. Het zijn bijna ook, ja, soms verkapte doodsbedreigingen die je krijgt. En denk ik, jongens, kom op, het is gemeentepolitiek, hè. Nou, misschien zijn de belangen dan achter de schermen zo groot daarin dat ze dat wel aan erin durven. Nou ja, misschien wel, dat zou heel goed kunnen. Voor nu, dit was het eerste gedeelte van de Jasper Experience op Common Sense TV. Het goede gesprek met Paul Meijer. Wij gaan even een kleine pauze houden en voor de tweede aflevering vind je de link hieronder. Alvast bedankt, vind je dit nou tof? Gooi je duimpje omhoog, deel het met je vrienden. Alvast bedankt, tot zometeen. Bye. Hey.